Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking in onze omgeving. Af en toe klaart het even wat op en uit de bewolking valt in de ochtend met name in het noorden nog wat lichte regen. Daarna wordt het op steeds meer plaatsen droog, maar helemaal droog zal het ook de rest van de dag niet zijn. Het is wel zacht 9 tot 11 graden in de ochtend en vanmiddag komt daar nog wat bij, wordt het 11 of 12 graden in het noorden en 13 of 14 in het zuiden. In het algemeen blijft er vrij veel bewolking en heel soms valt er ook een spatje regen. Wind uit het zuiden tot zuidoosten is matig tot vrij krachtig. Vanavond verandert er ook weinig. Het blijft dus zacht. En ook komende nacht hebben we minimumtemperaturen die behoorlijk hoog blijven. Een graad of acht zal het worden. Dan morgen 12 of 13 graden op de thermometers. Met zonnige perioden, maar ook vrij veel wolkenvelden. De kans op neerslag is klein en het waait vooral langs de kust krachtig met windkracht 6. In het binnenland is de zuidelijke wind matig. Vanaf woensdag gaat de wind naar het noordoosten. Dat betekent vooral dat de temperaturen langzaam maar zeker omlaag gaan. Vrijdag is het 5 tot 8 graden. Verder zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe schijnt ook de zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl